Welkom op het Sterrenplein. Ontmoet de rappers en ontdek de coole wereld van Capnet Kick. Hey, ik ben Jelle. Zeg, de Raptors hebben al onze songs gestolen. Wil jij een nieuwe Capnet song maken? Laat je muzikale fantasie de vrije loop. Vrienden, dit is de Capnet kiosk en hier kan je dus van alles kopen. Maar dan moet je wel even eerst kijken naar je score hierbovenaan, oftewel het aantal knikkers dat je al verzameld hebt. Want hoe hoger je score, hoe meer spullen je kan kopen in die geweldige Capnet kiosk. Vrienden, wat kan ik dan zoal kopen? In de eerste plaats items die je nodig hebt om door bepaalde delen van de wereld te gaan. En die vind je in je rugzak, dus we klikken hier op de rugzak. En wat zien we dan? Dan komen we in die geweldige kiosk terecht. En dan zie ik, wat heb ik al? Die regenboogschoenen, die heb ik al. En dat snowboard, dat heb ik ook al. Maar dat pek- en verenkanon, dat heb ik nog niet. En hoeveel kost het? Het kost 100 knikkers, dus dat kan ik betalen. Dus ik ga het gewoon kopen. Pek- en verenkanon. Ten tweede zijn er ook nog een heleboel petjes, t-shirts, zijn er broeken, schoenen, waarmee je je cat dus kan aankleden en nog veel cooler kan maken. En tenslotte zijn er nog superveel extraatjes, zoals nieuwe muziekjes. We hebben ook nieuwe kleurplaten en zelfs nieuwe starterstukken, waar je dus allemaal kan mee improviseren en wat weet ik allemaal. Dus vrienden, ik zou zeggen, heel veel plezier en koop hem maar! Ben je zeker dat je dit voorwerp wil kopen? Ben je zeker dat je dit voorwerp wil kopen? Ben je zeker dat je dit voorwerp wil kopen? Ben je zeker dat je dit voorwerp wil kopen? Klik op de graffiti-menu om dit filmpje schermbreed te bekijken. Hey, ik ben Erika. Wil jij alle make-up trucjes leren? Ik dacht het wel. Kom maar binnen.
Hey, dag lieve schat. Welkom in mijn kleine gezellige make-up kamertje. Nu, make-uppen, dat is eigenlijk absoluut niet moeilijk hoor. Je klikt gewoon op het deel van mijn gezicht dat je graag eens onder handen zou willen nemen. Mijn haar bijvoorbeeld. Want eerlijk gezegd, het ziet er niet zo goed uit vandaag. Voilà. En je kiest eerst en vooral een leuke haarstijl uit. Ja. Misschien toch meer zoiets als het nu is, zo'n beetje korter. Voilà, dat is hem. Heel goed. En nu nog een leuke kleur uitzoeken natuurlijk. Zwart of blond of ja, rood. Hou het misschien toch maar bij rood. Die was veel beter. Dank je wel. Heel gemakkelijk trouwens, hè. Wat zou er nu nog aan mij veranderd kunnen worden? Mijn huidskleur misschien, want ik zie er toch nogal een beetje bleek uit vandaag, hè. Je kunt mij misschien iets bruiner maken. Even kijken. Ja, deze vind ik nu toch net iets te bruin eigenlijk. Beetje lichter. Perfect. Nu lijkt het echt alsof ik zo 3 weken op het strand in Spanje gelegen heb. Voilà, dan zou ik graag nog een klein beetje lippenstift hebben om af te sluiten. Je kan hier bij mij kiezen uit gekleurde en glanzende lippenstift. Maar eerlijk gezegd heb ik vandaag wel heel erg veel zin in een vrolijk kleurtje. En een speciaal kleurtje eigenlijk ook wel. Ik had zo gedacht aan groene lippen. Voilà, c'est perfect. Zo is het wel mooi, denk ik, voor vandaag. Maar als je de volgende keer nog een keertje wil make-uppen, dan is het eigenlijk heel eenvoudig, want je kan gewoon alle delen van mijn gezicht op juist dezelfde manier aanpakken. Je kan bijvoorbeeld nog mijn ogen, mijn wimpers en mijn pupillen onder handen nemen. Je kiest maar. Zo, als je echt een uitdaging wilt, klik dan hier en schmink mij na. Tegen de tijd. Goed, het spel is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet er gewoon voor zorgen dat je binnen de 100 seconden die foto daar beneden namaakt met die schminkattributen daar aan de andere kant. Trouwens, nog een tip voor mocht het eventjes niet lukken. Wel, dan ga je gewoon met je muis over het onderste tv'tje daar en je ziet mijn foto erboven in het groot verschijnen. Voilà, lieve schat, nu zou het moeten lukken. Het is aan jou. Heel veel succes. Hierheen voor de bumperbank en de zeepkistenrace. Daar ben je eindelijk en met Krimpsap. Ik heb je de hele tijd lopen zoeken. Kom mee binnen om een bumperfilmpje te maken. Eindelijk! Neem maar snel een flinke slok. Proficiat, je hebt het gehaald. Je kan nu volop van start met het maken van bumperfilmpjes. Of speel je liever nog even verder in het doorloopspel? Je kan dan altijd later nog naar de bumperbank flashen.